Goedenavond, wat is er morgen in het nieuws? Nou, hopelijk een klinkende zegen voor Oranje. Het Nederlands elftal speelt deze week 2 EK-kwalificatieduels. Zondag uit tegen Turkije en morgen eerst thuis tegen IJsland. Vorig jaar werden we in Reykjavik met 2-0 geklopt en inmiddels staan we derde in de pool. Hoog tijd dus om wat dingen recht te zetten. Chef Jaap de Groot van Telesport. Ik heb een goed gevoel. Kijk, niet vergeten dat Arjen Robben is terug. Dat is natuurlijk ook een onderdeel geweest van de slechte start. Dat hij niet fit was en een paar wedstrijden ook gemist heeft. Hij is er nu bij. Hij is tot aanvoerder gebombardeerd. En we hebben gezien als hij die verantwoordelijkheid neemt als beste speler. Wat er kan gebeuren tijdens het WK in Brazilië. Nou, ik hoop op hetzelfde effect tegen IJsland. En met een goede aanvallende ploeg. Er is toch een signaal afgegeven dat Guus Hiddink vervangen is. Dat is ook een signaal naar de spelersgroep toe. Van nou, jongens, het is niet goed gegaan. Daar zijn jullie ook verantwoordelijk voor. En er staat nu een nieuwe man. En dat doet altijd wat met de groep. Dus wat dat betreft heb je die factor speelt ook nog mee. Wat gebeurt er morgen nog meer? Een drukke dag is het voor de koning. Willem-Alexander opent in het Gelderse Dieren eerst de vernieuwde fietsfabriek van Gazelle. En daarna gaat hij naar Enschede voor de première van Puccini's Madama Butterfly van de Nederlandse reisopera. Dan de agenda van Geert Wilders. Hij gaat 's avonds naar de gemeenteraadsvergadering in Zeewolde. De raad praat namelijk over een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers. En de PVV-leider heeft zich officieel aangemeld als spreker. En op het plein in Den Haag gaan morgen boze varkenshouders protesteren. Tussen 11:30 en 12:15 delen ze broodjes beenham uit. Onder het mom van, als we dan toch niks verdienen, dan geven we het net zo lief gratis weg. Volgens de varkenshouders kost elke kilo vlees die ze produceren in Nederland 20 cent meer dan in andere Europese landen. En dat vinden ze niet eerlijk. Morgen bij Telegraaf TV ook nog een levend varken. Cucho, een big van een jaar oud. Zijn baasje Jacqueline neemt hem elke dag mee naar kantoor omdat ze het zielig vindt om hem alleen thuis te laten. Ja, en wat doet hij daar dan de hele dag op kantoor? Vooral eten. Heel veel eten. Heel veel nootjes en ja, appeltjes. Maar ja, hij slaapt ook veel, maar hij komt ook gewoon lekker gezellig bij je zitten. Vet gezellig. Morgen meer in de krant en ook bij Telegraaf TV. Het weer nog voor morgen. 'S Ochtends eerst buien in de kustprovincies en zonnig in het binnenland. En 's middags is het omgekeerd, dus aan zee meer zon en regenland inwaarts. Gemiddeld 17 graden. Fijne avond verder. Dag.